Banjo Town in America. Hoi mensen en welkom bij een nieuwe video Banjo Town. Vandaag, tenminste morgen, is een hele speciale dag, want ik ga iets heel fucking episch doen. En wie kan me daar meer over vertellen? Wat denken jullie zelf? He's back, motherfucking Bardo! Booyah! What up, dude? Ja, zoals veel van jullie misschien al weten, maak ik een film voor Moviezone. En dat is een film, ja, daar kan ik niet al te veel vertellen, zijn we druk mee bezig. Nee, maar ik ben nogal een lapsvans, dus daarom heb ik Yuri hier ook naast mij zitten. Zo van, Yuri, ga jij even naar LA? Ga jij uitzoeken hoe je in godsnaam een film maakt? Ik weet het niet, want sowieso, dus geloof mij, ik ga veel fouten maken die ga je zien op Banjo Movies. Waarschijnlijk wel, ja. Dus, Yuri, ga daar. Hollywood! Voor de mensen die denken dat wij ook niet luisteren als kijkers. Jullie wouden ons het land uit. We beginnen met Yuri, die gaat nu het land uit. Minder. Weg met Banjo Town! Nee, dus wij beginnen lekker met Yuri eruit te sturen. Naar fucking Hollywood. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik ben wel benieuwd. We weten nog helemaal niks. We gaan alles daar onder. Nou, we weten wel één ding. X-Men. Je gaat voor X-Men. We gaan voor X-Men inderdaad. Ja. En we hebben onze eigen cameraman. True, want wij hadden ook zoiets van we willen Yuri naar LA sturen. Toen kwam in één keer X-Men met een eigen cameraman voor Yuri. Dat is niet echt onze cameraman. Het is die camera, dude. En het vet is de X-Men set. En niet één, niet twee, maar drie. Nee, vier. Vier? Vier sets. Vier? Vier fucking sets. Holy fuck. En dit is iets waarvan ik echt oprecht gewoon gaan huilen. Hij mag de props bekijken uit de film. Dus ook de Wolverine clone. Nice. En misschien. Misschien wel een acteurtje of zo. Of een slipje van Jennifer. Of een slipje van Jennifer. Oh, shit. Dat is een belangrijk attribuut, kan ik je. Misschien wel het meest waardevolle attribuut uit heel Hollywood. Ik zou het verkopen op eBay. Ja, nou, ik zou het kopen op eBay. Zo zijn ik dan wel weer. Dit wordt de eerste grote trip van Banjo Town buiten Europa. Wat verwacht je ervan? Ja, ik ben natuurlijk best wel vaak in Amerika geweest. Ik ben in New York geweest. Ik ben ook een keer in LA geweest, maar we gaan nu gewoon naar de fucking studio's van Fox. En dat is wel echt sick, want ja. Ziek. Ik weet niet, het is echt nog, het is onwerkelijk nog, laat ik het zo zeggen. Het is echt naar. Weet je wat het erg is? Dat ik die fucking film moet maken, anders ging ik er zelf wel naartoe. Dan was ik nu zelf naar X-Men. We kunnen wel ruilen, Sven. Ja, nee, nou maar. Ik maak mijn film wel. Doe jij de research in LA, man. Ik doe mijn best. Maak me trots. Tot morgen. Bye, yo.